François Boesnak en Sarah Frankenhuis, die hadden een relatie met elkaar. En die hadden in totaal 6 kinderen. Zij hadden een reizend circus-variété-theater. En zij sloegen hun tent, hun zaak op, hier in Moergestel. Zij reizen met een woonwagen. En die woonwagen die heeft gestaan hier achter mij in die straat. Dat was toen nog een zandpad. In die woonwagen is hun jongste kind geboren, Robert. En dat is daarmee een Moergestels jongetje. De bedenker van de struikelstenen, de Duitse kunstenaar Günther Demnig, kwam zelf naar Moergestel om de 8 steentjes te leggen. 65.000 stenen heeft hij inmiddels geplaatst. In 1300 gemeenten in 22 landen. En toch is ieder verhaal weer uniek. Die mensen die zijn hier geweest, die zijn vermoord, ze zijn verbrand. Hun as is verspreid. Er is niks meer van terug te vinden. En dus maar nou hebben zij hier een symbolisch graf. Vanuit Moergestel werd de familie naar Vught getransporteerd. Via Amersfoort gingen ze naar Sobibor en Auschwitz. En daar zijn ze allemaal vermoord. Het is als je mens vermoord, vermoord je een heel nageslacht. Dus niet één mens, niet in dit geval 6 kinderen, 2 volwassenen. Maar veel meer mensen. En deze vrouw was zwanger van haar 7e kind. Dus eigenlijk is er nog eentje meer dan waar de stenen voor liggen.